Ik vertel jullie iets over de ontwikkelingsformule. Veel mensen die zijn bezig in hun eigen leven vertrekken van een bepaalde ongewenste situatie, een probleem, een klacht, en ze willen dat oplossen. Ze willen van een plus willen ze dat verminderen en daar werken ze aan. Problemen oplossen en het is dan weg. Denk dan, je bent blij, je hebt dan ontwikkeling gedaan en het is weer neutraal in je leven. Een heel andere categorie van mensen die zijn erg bezig om een gewenste situatie op te bouwen en die zijn scheppend bezig in hun leven. Scheppend bezig zijn ondernemingslustig, zoals kunstenaars. Deze twee zaken is het afbouwen en opbouwen zijn twee elementen van ontwikkeling, maar verschillen omdat ze een verschillend patroon zijn. Afbouwen is oplossingsgericht, probleemoplossend en opbouwen is scheppend gericht bezig zijn. In de ontwikkelingsgerichte benadering wil ik er graag nog iets aan toevoegen en dat is het behouden van wat er reeds goed is. De formule bestaat er dus in om te stellen dat deze drie patronen tegelijkertijd gedaan worden om aan ontwikkeling te doen. En veel voorkomend is dat mensen hun ontwikkeling reduceren tot één van de drie. Dus dan krijg je de ontwikkelingsformule om zinvol en duurzaam te ondernemen. Is dat je tegelijkertijd iets nieuws opbouwt in je leven, een gewenste situatie. Dat je een probleem of klacht afbouwt en vooral dat je behoudt. En behouden heeft te maken met wie dat je bent, met je identiteit. En het is door de identiteit dat je zinvol en duurzaam onderneemt. Ontwikkelt. De ontwikkelingsformule.